Mijn naam is Joa Varela, geboren op de Canarische eilanden. Ik heb bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 2002 tot 2006 ben ik werkzaam geweest in de Tweede Kamer. Tegenwoordig werk ik in de digitale innovatie. Meneer Varela, toen ik u belde en vroeg, zou u een keer in de praatstoel willen komen van TV Rijnmond? Toen zei u, dat is goed, maar ik wil het niet al te veel over het verleden hebben. Houdt u niet van terugkijken? Ik hou uiteraard van terugkijken, maar... Anderzijds, we leven in de meest interessante tijd ever. En het is juist interessant om vooruit te kijken. Kijk, uiteraard hebben we het verleden nodig om te kunnen leren. Hè? Maar ik geloof veel meer in de digitale innovatie in de wereld waarin ik nu zit. Er staat zoveel te gebeuren. Allerlei maatschappelijke en sociale problemen die daarmee aangepakt kunnen worden. Hè, waar de politiek het heeft laten liggen. Daar kan de technologie het eigenlijk in gaan vullen. En dat zijn eigenlijk, ja, naar mijn inziens, veel interessantere bespiegelingen. Ja, en toch wil ik toch even terug met u naar die politiek. Want ja, begin jaren 2000 maakte u deel uit van de LPF. Toch wel een tumultueuze periode in de Nederlandse politiek. Absoluut. Hoe kijkt u daarop terug? Want het idee is toch een beetje blijven hangen bij veel mensen van ja, Fortuyn en zijn collega's hadden wel goede ideeën. Maar ze hebben er wel een zootje van gemaakt. Ja, kijk, er is toch wel heel veel gerealiseerd. Hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Kijk, Fortuyn is helaas van het toneel verdwenen. We weten allemaal hoe, denk ik. En wat ons op dat moment bond, was natuurlijk Fortuyn. Dat was de leider. En veel van de Kamerleden, maar ook de ministers en staatssecretarissen, kenden elkaar voor die tijd dus ook niet. Dus het is ook... niet heel raar dat er niet binnen een mum van tijd een team gevormd kon worden. En met de kennis van nu zou je misschien jezelf de vraag kunnen stellen, hadden we eigenlijk direct regeringsdeelname moeten afdwingen? Hadden we niet eerst in de oppositiebankjes moeten gaan zitten en van daaruit bouwen aan een nieuwe partij? Ja, want u stond op nummer 2. U kwam eigenlijk als een komeet uit het niets, kwam u terecht op een hele belangrijke plek in die partij. Denkt u achteraf, nou, misschien had ik toch wel wat lager op die lijst moeten staan of nog even aan de zijlijn moeten blijven? Nou goed, ik denk dat ik sowieso me redelijk rustig gehouden heb in die tijd. Ik kan me niet herinneren dat ik in enige ruzie verwikkeld ben als geweest. Als een van de weinigen, hè? Ik zag dat al heel snel in. Ik heb me toch veelal proberen te concentreren op de portefeuilles. We hadden zware portefeuilles, zoals asielbeleid, sociale zaken, financiën en economische zaken. Nou, er ging heel veel tijd en energie naartoe. En ik denk dat dat een heel wijs besluit destijds ook is geweest. Wat is het belangrijkste wat u geleerd heeft van die periode? Nou goed, omgang met media. Dat is denk ik toch wat door veel nieuwe politici ook wordt onderschat. Hè. Je zag ook in onze fractie, daar zaten een heleboel succesvolle mensen. Succesvolle ondernemers, mensen die het eigenlijk in allerlei sectoren hartstikke goed gedaan hadden. We hadden ook heel veel chirurgen op de lijst. Maar omgang met media. Kijk, de media bepaalt natuurlijk welke boodschap er naar de buitenwereld wordt gebracht. Je kunt bepaalde ideeën, je kunt bepaalde standpunten hebben. Maar het gaat uiteindelijk om die vertaling, om die transitie naar het grote publiek. Dat had veel beter aangepakt kunnen worden. Veel maar dat was eigenlijk nog makkelijk, want Po-nieuws bestond helemaal nog niet. Nee, inderdaad. En Twitter en Facebook bestond toen ook nog niet. Godzijdank, zou je zeggen. Maar goed, dat zijn eigenlijk een van de grote valkuilen waar een hoop collega's ook in zijn getuind. Ja. En dat heeft denk ik ook een grote bijdrage geleverd aan de uiteindelijke ondergang, kun je wel zeggen. Ja, want het is toch het beeld wat is blijven hangen, hè, is toch wel een beetje van ruzie, een hoop gedoe in die partij. Heeft u daar later bij sollicitaties en dat soort dingen nog last van gehad? Of vinden mensen het eigenlijk wel leuk? Nou, ik persoonlijk heb er niet zoveel last van gehad. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat ik eigenlijk bij geen enkele ruzie betrokken ben geweest. Ik heb gewoon altijd netjes mijn werk gedaan. Ik heb een eigen wet kunnen schrijven. Een pensioenwet heb ik in de Kamer mogen verdedigen. In de Tweede en in de Eerste Kamer. Dus... U heeft een mooie nalatenschap. Nou ja, goed, ik kan wel zeggen, als mensen aan mij vragen, ja, wat heb je eigenlijk gedaan in die 5 jaar? Kan ik echt laten zien dat ik een eigen wet heb op mijn eigen naam. Dat heeft niemand anders gedaan. Belangrijke moties. We hebben ook echt daadwerkelijk plannen gerealiseerd.
Er zijn ook een aantal zaken geweest waar ik fel voor gestreden heb die niet zijn gelukt. Hè. Dus onder andere controles van drugs in het verkeer. Daar heb ik jaren op gehamerd. Hè. Dus dat we niet alleen op alcohol gingen controleren, maar ook op drugs. Hè. Met name die combinatie van alcohol en drugs. Ja, ik heb nooit begrepen waarom daar nooit controles op werden gehouden. Het wordt alleen maar populairder nu, hè. Ben ik bang met dat liedje van drank en drugs. Maar ja. Goed, u heeft het een en ander gerealiseerd. Absoluut. Maar wat is er daarna met u gebeurd? Want ik heb eigenlijk heel lang niks meer van u gehoord. Nee, ik heb bewust voor gekozen om een beetje uit de schijnwerpers te blijven. Dat is wat je bij andere politici of mensen die voorheen in de schijnwerpers hebben geacteerd vaak lastig, hè, omdat ze toch die schijnwerpers gewend zijn. Maar ik ben echt wel. Scheelt uw ego natuurlijk ook wel een beetje, hè? Ja, het streelt je ego, maar er is natuurlijk ook wel een keerzijde. Hè? Kijk, en dat hebben we natuurlijk ook kunnen zien. Maar waar bent u beland? Ja, ik ben in de accountancy beland. Dat is eigenlijk mijn achtergrond. Hè. En vanuit die accountancy ben ik die hele digitale innovatie op de kaart aan het zetten. Maar accountancy, dan zit je in de Tweede Kamer, op het Binnenhof, in die politieke wervelwind, die spanning. Ja, ja. En dan zit je ineens tussen de pennenlikkers. Ja, maar eigenlijk ben ik, als je mij goed kent, ik ben redelijk consensueus en ik ben redelijk op mezelf aangewezen. Dus dat doet een accountant eigenlijk ook. En tegelijkertijd is het ook een controlerende functie. Hè? Dat is een parlementslid eigenlijk ook. Dus en, er zijn wel parallellen. Maar er zijn wel parallellen. Wij zijn eigenlijk, ik zeg wel eens de politie van het bedrijfsleven. Dus wij moeten controleren of de jaarrekening onder andere een getrouwd beeld geeft van de werkelijkheid. En of daar niet in gesjoemeld wordt. Hè? Want er zijn allerlei partijen in de samenleving die op basis van onze waarnemingen hun beslissingen nemen. En die digitale innovatie waar u het net over had, dat is eigenlijk ook een soort politiek, hè? Nou, kijk, wat interessant is aan digitale innovatie. Kijk, ik zeg wel eens, ik heb eigenlijk een shift gemaakt van political to digital. Zo kun je het eigenlijk stellen. Digitale innovatie zorgt ervoor dat allerlei maatschappelijke en sociale problemen waar de politiek het eigenlijk laat liggen. Dus als het gaat om gezondheidszorg, als het gaat om veiligheid, als het gaat om onderwijs, als het gaat om werkgelegenheid. Nou, er komen allerlei nieuwe technologieën aan, en daar ben ik nu mee bezig, waarbij we dus al deze facetten een keer aan gaan pakken. En dat klinkt nog een beetje vaag. Geef eens een concreet voorbeeld als u wilt. Nou, heel simpel bijvoorbeeld. Ik heb zelf de portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid 5 jaar gedaan in de Kamer. En ik heb daar bijvoorbeeld gezien dat mensen die in een werkloosheidssituatie zaten, dus mensen die in de bijstand zitten, of in de WW of in de WIA, dus de oude WHO, dat die mensen vaak geen kansen kregen om zichzelf te bewijzen bij een werkgever. Dus ik was onlangs bij het UWV en ook bij een aantal gemeenten. En die geven dus ook aan, hè, dus dat werklozen die dus in dat bestand zitten, en met name werklozen die lang in het bestand zitten, dat die eigenlijk niet eens meer worden uitgenodigd door de werkgever. Maar hoe ga je dat digitaal oplossen? Nou, ik heb dus ook aangegeven dat de oude manier van solliciteren, dus een cv en een sollicitatiebrief, daar moeten we gewoon vanaf. Waar het ons om gaat, is dat mensen die dus in die bestanden zitten, dat ze kunnen laten zien wat ze echt kunnen, wat ze op dit moment kunnen. Dus Hoe doe je dat? Nou, wij zijn dus bezig met een technologie waarbij we dus op afstand mensen dingen kunnen laten doen die een werkgever belangrijk vindt. Want een werkgever die iemand in wil huren, die wil weten of iemand zelfstandig kan werken. Kan hij goed communiceren? Is hij analytisch vaardig? Is hij communicatief vaardig? Nou, zo kan ik nog een hele trits aan de competenties opnoemen. Ja, doe maar niet, want we zijn alweer bijna door de tijd heen. Waar een werkgever jou op afrekent. En wat een werkgever eigenlijk wil, die wil dat van tevoren weten. En die wil dat eigenlijk niet weten op het moment dat hij eventueel heeft aangenomen. Want dus heeft hij van de kat in de zak. Achter de computer? Met een webcam? Nou, geen computer. Het gaat allemaal via de app, want iedereen heeft een mobiele telefoon. Dus daarmee weten we dat de penetratiegraad hartstikke hoog is. Het is een soort test dan? Ja, je kunt het vergelijken met een soort van test, maar test vooraf. Want de werkgever wil eigenlijk vooraf weten met wie die te maken heeft. En op basis daarvan kan die alsnog bepalen om iemand in ieder geval uit te nodigen. En wat we nu toch te vaak zien, is dat die bijstander of iemand die te lang in de WW zit, die wordt niet eens meer uitgenodigd op basis van zijn cv. Dit klinkt allemaal heel spannend, maar wanneer gaan we dit op de markt? Dat gaan we volgend jaar rollen. Ja, ik zit binnenkort weer bij het UWV. En dan is het de bedoeling dat we een pilot voor die moeilijk plaatsbare groepen gaan houden. En dan iedereen aan het werk. Ja, waarbij we dus echt gaan kijken of we dus die probleemgevallen, die het nu eigenlijk nog zijn, of we die toch een kans gaan geven.
Hè? Want die mensen, dat moeten we niet vergeten, ja, die kunnen wel weer een brief gaan sturen of weer een cv. Ja, maar die weten niet. Al bij voorbaat, ik word nooit uitgenodigd. Nee. Nog even tot slot, meneer Varela, want dit zien we dan binnenkort om ons heen gebeuren. Uw eigen cv, zien we u ooit nog terug in de politiek? Ja, zeg nooit nooit. Ik denk dat de digitale innovatie, dat ik daar veel meer kan bereiken voor de maatschappij. Ik vind het heel belangrijk dat die digitale innovatie die maatschappelijke en sociale problemen gaat aanpakken. En vooral de sectoren waar ook de politiek het gewoon laat liggen. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Dank u wel.